Schat, laten schat gaan. Er niet onderdoor, toch? Rechtsaf, rechtsaf, rechtsaf. Ik ga het rechtsaf. Ja, nee, we gaan niet naar de ijsbaan. Nee. Dat is een beetje... Oké. Kijk, ze gaan het al voor ons openmaken. Ja. En als ik nou even zo'n... Als ik iets zeg ja, dan moet je even doen wat ik zeg. Ja. Ja. Oké, dus als je voorbij bent, dan moet je even helemaal intrappen. Oké. Okay. 1 seconde. Ja, doe maar. Nee, is harder. Oh. 1 seconde. Ja? Oh. Kijk, dat is dus elektrische power, ja. Zeg maar. Ik zie nu de Tesla smile op Kees Verkerk's gezicht. Ja, ja. Maar Kees die woont dus in Noorwegen, dus daar rijden duizenden van die dingen in. We gaan linksaf. Nee, dat is de cruise control. Oh. Dat onderste pookje. Zeker. Ja. Gaan we naar links. Dan laat ik hem dus gewoon los, oké? Okay. Ja. Wow. Heel goed. Wow. En trappen met z'n stuif. Ja, en naar los, dan gaan we hier de rotonde om. Heb je de gordel wel? Nee, dat is wel... Helemaal terug? Dan gaan we die kant uit en dan gaat die auto achterna. Haal hem maar in. Haal hem maar in. Kijk, in de Noorwegen hebben ze en olie en ze hebben hydro-elektriciteit. Dus ze kunnen hier duizenden jaren maar kunnen kan ze ik hier alle auto's. Mee? Ja, kun je gewoon doorrijden. Ja? Ja. Oh shit. Hupsigadee, nog eentje. Hupsigadee. Hoe vind je dit, Kees? Oh, ja, dit gaat wel, ja. En we gaan hier rechts die brug over. Ik krijg wel heel erg veel condensen op mijn raampje. En dan nog een keer rechts, dan gaan we naar Den Haag. Wow, wacht even hoor, ik weet niet waar ik uitkom. Ja. Oké, ja. Hoe bevalt het leven in Noorwegen, Kees? Ja, dat is hard werken nog steeds, hè? Mag ik nu? Nog steeds hard werken, rechtdoor. Kees, hè? Nee, nog niet. Ik heb nu ik heb altijd naar de training in Amsterdam gereden, 10 jaar lang met een gebruikte Mercedes. Oh, ja. Omdat die zo goedkoop was met diesel, maar die was van mijn fanclub. Ik kreeg... Kijk, hier, je kunt hier ook, als je even stopt, ja? Even kijken hier, dan kun je deze hele auto kun je helemaal bedienen, Kees. Ze heeft hier een groot schermpje. En zeg je nou, ik wil de vering wat hoger hebben, ik wil hier eventjes... Het dak even zo open, hè? Net zoals touchscreen, dat we gewoon gewend zijn. Dat kunnen we allemaal zo open doen. Dan kun je zeggen, nou ik wil wat sportief rijden. Dan gaat de stuur anders werken, ik wil de remmen wat anders hebben. Je kunt alles gewoon compleet hier met dat ding doen. En je hebt gezien de navigatie, hoe dat eruit ziet. Ja. Dat ziet er leuk uit. Waar we nu rijden, je kunt precies zien waar we zijn. Je hebt hier ook gewoon, als je dan je verveelt, dan ga je eventjes gewoon het laatste nieuws bekijken. Dus, er zit geen enkel knopje op. Er zit 1 knopje hierin voor de alarmlichten en eentje voor het boodschappenwagentje, voor het tasje. En voor de rest, alles gaat met aanraakscherm. Wat grappig zeg. Helemaal weer door. Maar dit mag dus gewoon wel, dit is niet afleidend tijdens het verkeer, zeg maar. Er zit nog geen tijdens het parkeren is het niet afleidend. Nee. Tijdens het rijden valt het misschien... Dan gaan we hier even draaien. Hier gewoon links. Hier? Ja. Hoe ga, ook ik, even hoe ga ik achteruit dan? Een pookje erboven. Deze? Nee, andere pookje. Die ja. Waar je drijf. Heel goed. Heb je een leuk cameraatje achterin. Oh ja. Kun je goed zien. Dus deze auto. Normale auto's hebben 800 bewegende delen. Deze heeft 17. 4 wielen. Heel klein motortje. En een paar batterijtjes. Dus het is ook een hele simpele auto. Die ook eigenlijk bijna niet kapot gaat. Want je gebruikt ook nooit remmen. Maar wat voor reputatie heeft Tesla in Noorwegen, Kees? Weet ik niet. Ja, want Noorwegen is het land waar het meeste deze auto verkocht wordt. Omdat als je een elektrische auto hebt, dan heb je heel veel voordelen. Mag je op de trambaan en ja, dat klopt, op de busbaan ja. En zo. Daar zijn allemaal. Ze nu mee bezig. Ja. Daar zijn ze aan het protesteren. Wie? De mensen die de bus rijden en die de trein rijden. Want ja. die moeten wachten op iemand die voorzichtig dat ding aan het testen is om het uit te proberen. Ja. En dan krijg je natuurlijk files. Oh, op de busbaan? Ja. Oh, dus die doorwegenaren vindt het helemaal niet zo fijn, al die elektrische auto's. Nee. Nou, die kopen wel natuurlijk, maar die mensen die normale auto's rijden, die vinden dat niet zo... Rechtdoor. Weet je wat ik wel gek vind? Als ik hem loslaat, dan hij remt wel heel snel af. Dat is wat je even moet wennen. Ja, dat kan ik ook uitzetten. Maar dat is heel handig, want dan hoef je namelijk de rempedaal nooit in te trappen. Oh, okay. Je kunt eigenlijk de hele auto rijden met alleen maar de gaspedaal. Gaan we hier rechtsaf. Die onderste? En deze auto rijdt dus op zonnecellen uit op het dak van mijn huis. Echt waar? En ik heb een windmolen. En ik heb een stukje windmolen gekocht van een molen die in de polder staat. €4.000 voor betaald. Dan heb ik voor de komende 20 jaar heb ik elektriciteit om elk jaar 50.000 kilometer te rijden. Zo. Dus het maakt me niet uit wat de olieprijs doet. Ik kan altijd blijven rijden. Ja. Wat rijdt u nu voor auto, meneer Verkerk?
Nou, ik heb altijd gebruikte Mercedes gereden van de fanclub. Ja. Toen kreeg ik een auto, dat was een Triumph Herald. Ja. En toen heb ik in Noorwegen heb ik een Mercedes meegenomen uit Nederland. Daar heb ik nog 6 jaar mee gereden. Hmm. En toen verkocht voor dezelfde prijs wat die in Nederland kostte nieuw. Want die zijn dubbel zo duur. Ja, ja, ja. En daarna heb ik gereden een Datsun. Daar heb ik naast gereden een 3 Chrysler. Kijk. De eerste, dat was een vierkante witte. Die kostte veel geld in benzine. Toen nog een benzine, later een diesel. En toen heb ik een Superb gehad. Goh. En, nou, je kunt alle auto's nog herinneren. Zeg. En nu heb ik een, dat is Knut Johannessen. En nu heb ik een Audi. voor mijn verjaardag gekregen. Op mijn 70ste verjaardag. Echt waar? Ja. Goh. En toen zei mijn vrouw, daar moet je nog 30 jaar mee doen. Nee. Dus dan ben ik 100. Hey, ja. Maar je hebt je vrouw dus gevolgd in Noorwegen. Maar ja. Je was dus ongelooflijk beroemd in Nederland. Was ze nou beroemd in Noorwegen? Wie? Jij? Ja, ja, ja. Dat ze kenden ook wel, dat zijn ja, ook wel grote iemand die naar de camping komt of die op een bruiloft komt. Ja? In het restaurant, die weet waar ze terechtkomen en die gaan verhalen maken. En als ze half dronken worden, ja? Gaan ze een foto maken de Nooren. Ja? Ja, want die moeten eerst, die durven niet, hè? Nee. Dus ze wordt niet lastig gevallen daar bij Noorwegen. Ze zijn hele introverte mensen. Nee, als ik dronken mensen tegenkom in mijn restaurant, dan ga ik weg, dan ga ik de keuken in. Oh. En dan zeg ik tegen het personeel, die krijgt niks meer en die krijgt niks meer. En dan gaan ze met de lichten knippen en dan gaan ze eruit. Zoals met mijn vader vroeger in het café ook. Dus, maar dit is voor mij, daar moet ik 10 jaar op cursus. 10 jaar cursus om ja. Zo'n schermpje ja, ja. Te leren? Ja, ja, dan word ik te krijgen. Het zijn maar 10 dingetjes ja, eigenlijk. Ja, maar ik krijg claustrofobie, hè. Van dit scherm krijg je ja. Claustrofobie? Ja. En waarom is dat dan? Ik kan daar niet meer werken. Maar ik ken wel orgel met 10 keer zoveel knoppen. Ja. Dus het is echt gewoon even... Orgel is gaspedaal. Je moet even bij rechts. De kinderen... Maar heb je dan geen kleinkinderen die het even uitleggen aan opa? Ja, 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 maar die zijn pas 11 en 10. Die zitten alleen met de computer thuis. Ja, dus die zouden er wel mee om kunnen gaan. Ik denk het wel. Nee. Denk het wel, ja. Hey, hoe vond je dit initiatief, die coolste baan van Nederland? Ja, dat is mooi. Mooi spul. Ja? Mooi spul, ja. En veel mensen vanavond gezien, oude bekenden? Ja, 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 maar dat is altijd zo. Maar toevallig wel 3 keer in een half jaar tijd hebben we er veel ontmoet hebben. Normaal zien we elkaar 2, 3 jaar niet. Nee. En nu hebben ze alles achter elkaar met een boek. En vorig jaar nog bij ome Jaap, die was 100 jaar. Ome Jaap. We hadden nog een wetenschap met de kleinkinderen. Ze zeggen, hij is 102. Ik zei, hij is 101. Gaat zo hard. Ja. Ja, 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 ja. 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 Nou, nou joh. Dat kreeg je ook weer van Kees. Hartstikke mooi. Nou, in ieder geval bedankt voor al die mooie jaren dat je ons gewoon echt aan de buis hebt gekluisterd gehouden. Als ik die auto had, dan had ik er geen 10 jaar over gedaan, maar 2 jaar. Ja. Hoe zit het achterin met junioren, hè? Goed. Ja? Wel, als je gaat schaatsen, moet je wel 10 uur per week trainen, hè? Na de schooltijd. Ja. Viel het een beetje tegen, die Tesla, om erin te rijden? Nee. Nee? Het is een beetje krapjes, maar... Ja, een beetje krapjes. Een beetje krapjes achterin, ja. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 10. En ik ben 13. Ja, ja, ja. Het is een beetje eigenlijk tot 9 jaar. Dus dat is, jullie zijn een beetje lang. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel. Hey, bedankt voor hoe de. Gaat hij, uit? Hey, ja, hij is nu gewoon uit. Dus je kunt gewoon weglopen, dan gaat hij automatisch uit. Ongelooflijk. Fantastisch. Dan hoef je niet meer met sleutels te doen. Nee. Nee. Morgen echt. Wauw. Kom jullie bevrijden, jongens. Alle? Die komt de bloemen halen, omdat Sven is in training, want die moet over een week moet hij weer de Olympisch kampioenschap rijden. Ja, in Sochi. Daarom mag hij hier niet meedoen vanavond. Hij is op trainen, hij slaapt nu. Maar hi. Dat is... Goeiedag, Vincent. Dag. Dag. Hi. Ja, dat was wel duidelijk, ja. Ik heb dit even...